Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos heeft vandaag de werkgroep Diversiteit en Inclusiviteit geïnstalleerd. Deze werkgroep moet de discriminatie tegen de LGBT-gemeenschap aanpakken. Het kan een moeilijk traject worden, maar het bewustzijn moet worden vergroot dat LGBT-rechten ook mensenrechten zijn, zegt minister Jennifer van Dijk-Silos. Met die eenvoudige visie en die eenvoudige insteek van het ministerie hebben wij besloten om het traject te beginnen. Ik heb het ook aangekondigd in de UPR van mij in Genève. Wij gaan voor human rights. En dat betekent sowieso dat je mensen niet gaat uitsluiten van de beleving van hun mensenrechten. Want daar gaat het in eerste instantie om. We hebben dus besloten een werkgroep te installeren. En we hebben ook besloten dat de werkgroep niet alleen uit justitiemensen bestaat, maar ook uit vertegenwoordigers van de LGBT-groepen. We hebben een hele, voor mij hele nieuwe moeilijke naam moeten bedenken hoor, voor de werkgroep. Om ervoor te zorgen dat de werkgroep niet alvast in die naam al gestigmatiseerd werd. En daardoor weerstanden in de samenleving oproept. Al die naam al kon al weerstanden oproepen. In de RVM is dus besloten om na te denken over de naam met een beetje hulp van jullie. Zijn wij op de naam gekomen dat we deze werkgroep, de werkgroep diversiteit en inclusiviteit noemen. Ik moet lachen omdat ik steeds biodiversiteit wil zeggen. Maar het is de werkgroep diversiteit en inclusiviteit. Die naam zegt ook al veel, hè? Diversiteit, het gaat om diversiteit, diverse soorten mensen. En het gaat erom, dus die inclusiviteit zie ik meer in van, het zit ook in je samenleving gebed, je zult ernaar moeten kijken. En in die fase zijn we nu. In de werkgroep hebben zitting 3 personen namens het ministerie van Justitie en Politie en 2 vertegenwoordigers vanuit de LGBT-gemeenschap. De bewindsvrouw gaat in op de taken van de werkgroep. Wij, de RVM, heeft dus besloten om die werkgroep in te stellen. Die, zoals het hier staat, de nodige informatie moet verstrekken aan de minister van Justitie en Politie. Die de minister moet bijstaan bij de hearings. En natuurlijk is het de hearings van het maatschappelijk middenveld. Ik heb overigens hierna, wil ik even een korte werkbespreking met de werkgroep hebben. Die andere activiteiten in dit verband moet ontplooien, waaronder het houden van workshops, seminars, een beetje ruim genomen hoor. Informatiebijeenkomsten voor ouders, leerkrachten, verschillende korpsen. U voelt aan dat er een heel traject aankomt. En dat heeft te maken, dat is eigenlijk is de missie van jullie op dit moment. We gaan de dingen step by step doen. Is dat je die awareness moet hebben waardoor je draagvlak krijgt. En we gaan er naartoe werken. Het zijn allemaal methodes en strategieën die we moeten uitdenken om dat te krijgen. Minister Jennifer van Dijk-Silos vandaag bij de installatie van de werkgroep Diversiteit en Inclusiviteit. Deze werkgroep zal de discriminatie tegen de LGBT-gemeenschap aanpakken. Het streven is om 1 oktober te starten met de werkzaamheden. De eerste stap is het houden van hoorzittingen, waarna in mei 2017 een workshop volgt om de resultaten bekend te maken. Op basis daarvan zullen verdere stappen worden gezet.